Een uitnodiging op hoog niveau. Op de 19e verdieping van het stadhuis in het atelier. Opschoondag in maart was een succes. Tijdens deze opschoondag werd een heel Almelo zwerfvuil opgeruimd. Inwoners, ondernemers en de gemeente werkten op deze dag samen aan een schone omgeving en het tegengaan van verspilling van grondstoffen. De gemeente wil dat graag uitbreiden en nodigde daarom dinsdagavond alle verenigingen, organisaties en scholen uit om samen ervaringen en ideeën uit te wisselen en de samenwerking te verbeteren. Wij willen Almelo het liefst schoon hebben. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. We weten ook dat dat niet zomaar kan. Maar hoe zouden wij nu Almelo schoner kunnen krijgen? Daar zouden we graag met elkaar over van gedachten willen wisselen. Dus we organiseren een jaarlijkse schoonmaakdag. Daar gaan we ook de komende jaren wel mee door. Omdat wij wel merken dat mensen daar ook duidelijk in krijgen dat er toch heel veel ligt. Sommige mensen die spreken me aan en die zeggen, nou, valt toch eigenlijk allemaal wel mee. En dan doen ze mee met zo'n schoonmaakdag. En dan zeggen ze van, nou, wat er toch allemaal ligt. Wat wij toch allemaal tegenkomen. Wat jammer. En wie gooit dat nu weg? Nou, 9 van de 10 keer zijn dat niet de mensen die helpen opruimen. Dat is op zich wel jammer. Maar goed, zo werkt het met heel veel dingen. Dat degene die opruimen en zich maatschappelijk verantwoordelijk voelen voor dit soort dingen, toch niet degene zijn die het ook veroorzaken. Aan de andere kant kennen wij ook allemaal wel de mensen waarvan we denken van ja, zo werkt het zo af en toe dat je een snoeppapiertje laat vallen. Ja, het is jammer, maar zo werkt het ook wel. Dus, eigenlijk wil ik jullie dus uitnodigen vanavond om met ons mee te denken. Samen het beleid te maken voor de stad. Vandaar dat wij Santec, dat is een bedrijf wat gespecialiseerd is in afval, maar met name nog in gedragsverandering. Hoe kun je gedrag van mensen positief beïnvloeden? Dat is de opgave ook van vanavond. En zij gaan ons helpen om deze avond tot een hele interactieve en goede avond te maken.